De wereld wordt getroffen door eigenlijk een monetaire crisis. Ons geldstelsel maakt niet eens de euro. Het zijn geld voor eigenlijk de meeste geldstelsels. Gaan gewoon onderuit. Dus we staan aan de vooravond van van de grootste crisis die ooit is geweest. Het lijkt wel alsof die politici geen greep meer hebben op de gebeurtenissen. Het is eigenlijk steeds meer dat ze komen op Schiphol aan en dan komen ze vertellen wat er ergens besloten is. Maar je hebt helemaal niet het gevoel dat ze zelf iets beslissen. Je hebt helemaal niet het gevoel dat het kabinet is driving the bus. Nee, het zijn anderen die dat doen. En wie dat dan precies zijn? Nou ja, dat is interessant om daarover te speculeren. Je ziet het ook, ze zijn bezig met bijzaken van bijzaken over de slavernij van 150 jaar geleden. Ja. Kijk eens, dat is heel makkelijk en iedereen schrijft erover. Maar dat is niet de grote problemen die nu spelen aanpakken. Dat durven ze dan niet. Hè? Dan branden ze hun vingers niet aan. En dat is gewoon doorschuiven. En dat doorschuiven, dat houdt op een gegeven moment op. Als jij hierop zou moeten reageren op wat Arnold hier zegt, hè, waarom worden die grote problemen eigenlijk een beetje onder het tapijt geschoven? Omdat ze te groot zijn, dat is één. En twee, omdat die problemen voor het grootste deel door het kabinet, de kabinetten Rutten, dat moet ik toch zo noemen, zelf zijn veroorzaakt. En dan is het lastig om over je problemen te gaan praten die je zelf hebt veroorzaakt. De huizenmarkt, de financiële crisis is eigenlijk toch een groot deel door hunzelf veroorzaakt. Ik bedoel, voor mij is het meest extreme voorbeeld wel toen 23 februari... wij als Europa en Amerika de sancties hebben afgekondigd tegen Rusland. Daarmee hebben we eigenlijk Europa om zeep geholpen. Letterlijk en figuurlijk om zeep geholpen. Economisch om zeep geholpen. En als een economie onderuit gaat, en dat gaat gebeuren komend jaar, dan betekent ook dat we maatschappelijk onderuit gaan en politiek onderuit gaan en sociaal onderuit gaan. Dit zijn immense problemen die überhaupt wereldwijd spelen, maar zeker in Europa. En men is alleen maar bezig met dingen voor de bühne.